Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe case opening hier op mijn kanaal. Ik ben Melvin. Wat jullie net zagen in de intro zijn inderdaad de cases die ik ga openen. Ik heb 4x4 cases gekocht. Met sleutels natuurlijk om ze te openen. En wij gaan hopen op weer een aflevering met een boel geluk. Net zoals de allereerste aflevering hiervan. Toen had ik, voor de mensen die het niet weten, 2 hele goede dingen achter elkaar geunboxed. Die aflevering is ook echt gewoon fucking goed ontvangen toen door jullie. Natuurlijk alle afleveringen, steeds meer dan 1000 duimpjes omhoog. Daar ben ik jullie dankbaar voor en dat motiveert mij om gewoon nog meer hiervan te doen. Dus ja, in ieder geval mensen, wat ik dus heb, zijn Chroma 2 cases, Falchion cases, Huntsman cases en Operation Breakout cases. Wij gaan deze cases allemaal openen en dan hopen wij natuurlijk op goede dingetjes. Zoals jullie dat denk ik wel weten van mijn voorgaande afleveringen. Laten we in ieder geval maar beginnen met onze allereerste kissie. En onze allereerste kissie gaat een Operation Breakout Weapon Case zijn. Uit dit kissie kunnen wij een Butterfly Knife halen. En dat is eigenlijk het enige dat ik echt graag zou willen. Natuurlijk zitten er ook wel andere skins in. Maar ja, dat mesje is gewoon wat je wil. Ja, zo simpel is het. Laten we in ieder geval maar op uw ski drukken. Bam! Daar gaan we. Wat gaan we krijgen? Ram, pam, pam, pam. Geef me iets goeds. Oh, nee! 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 Zo dichtbij! Waarom, Gaben? Waarom? Het was zo dicht, zo close om een rode te krijgen. Oké, ik weet nog niet of dit veel goeds gaat betekenen voor deze aflevering. Sleutel 2. Misschien heeft deze dan wel het geluk om iets goeds te geven. Ik weet het niet. We gaan het nu zien. Alsjeblieft. Gaben. Gaben. Nou krijg ik... wat moet ik nou met dit ding? Hij is trouwens wel factory nieuw. Dat vind ik aardig. Maar voor de rest... Dit wapen gebruik je niet. Dit is stront. Echt... We gaan nu voor Casey 3, jongens. We gaan echt hopen op iets goeds, weet je. Er gaan zoveel rozen voorbij. Geef me dan misschien iets goeds. Een supernova. 2 paarse. Dit is geen slecht begin, om het zomaar te zeggen. We hebben een rode gezien en we hebben gewoon 2 paarse gekregen. Als we nou nog iets leuks gaan krijgen deze aflevering, dan kunnen we gewoon een feestje vieren. Dat zou echt leuk zijn. Maar we hebben in ieder geval het 4e Casey wat we openen. Geef me iets goeds. Dat is niet goed. Nou, dat waren mijn allereerste 4 cases. Wat we nu gaan openen zijn de Falchion cases. In deze cases hebben we nog steeds die AK, die Hyperbeast droom, die ik zo graag wil. Het lukt me gewoon niet om te krijgen. Nee, nou, laten we in ieder geval maar Bioski drukken. We gaan kijken of Gaben en ons deze aflevering wel gaat gunnen. Gaben, gun mij. Nee, die niet. Fuck off. Oké, misschien zit hij in deze. We gaan hopen. We gaan prezen. We gaan zo bukken. We gaan... Fuck off! Nee, dat is dus zo'n graflelijk kutding. Ik heb echt de hoop al opgegeven eigenlijk na de eerste case. Toen ik zag dat hij zo dicht bij die Asimov was, maar ook zo ver weg. Nou, we kijken wel of wat in dit kistje zit. Misschien een Messi of zo zou leuk zijn. Ik denk het niet. En een Gav Loudmouth. Hey, daar worden we blij van. Oh, en die ziet er ook zo mooi. Ah, godverdamme. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. Nou, onze laatste Falchion case alweer. En dan zit alweer op de helft van eigenlijk alle cases die ik had voor deze aflevering. Gaat ook zo ontzettend snel, hè. Godsamme. Jongens. Je bouwt het helemaal op. Helemaal langzaam op en helemaal in spanning. Hey, een Evil Dynamo. Op zich is hij wel leuk. Voor de mensen die ook trouwens Counter-Strike spelen. Dit wapen is nu technisch gezien wat beter dan de M4 INS. Wat best wel zuur is. Maar ja, het zij zo. En ja, dit waren dan onze Falchion cases. We hebben nog 8 cases te gaan. Ik bewaar de Chroma 2 voor het laatst. Want met Chroma 2 heb ik best wel veel geluk. Tot nu toe. We gaan dus nu eerst voor de Huntsman Weapon Case. In deze Weapon Case hebben wij de AK Vulcan. En ik wil deze zo ontzettend graag. Dat is echt niet normaal. En we hebben nog de Huntsman Knife en de Atomic Ally. Eigenlijk is het helemaal geen slechte case. Dus we gaan gewoon kijken wat we hieruit krijgen. Hopelijk krijgen wij die Vulcan... Heaven Guard. Waarom? Het houdt niet op totdat jij iets doet. Ik zei, ik wil die Vulcan. Niet fucking weer zo'n fucking paarse. Geef mij die Vulcan, kom op. Oh, we begonnen bij een roze. We hebben 2 roze gezien. We hebben 2 roze gezien. We hebben een...
CZ75 auto. Echt waar, ik heb geen geluk. We moeten game even prezen, jongens. We gaan zo zitten. We gaan even zo rustig zitten. We gaan zo bidden van gamen. Geef mij wat. Geef mij wat. En als het goed is, krijgen we nu iets uit deze case. Dat moet wel. We gaan dus nu ook de spanning opbouwen. En we gaan kijken wat wij dit kistje krijgen. De spanning is opgebouwd. De spanning is opgebouwd. De spa... Oké, okay, dit is onze laatste Huntsman Weapon Case. We hebben tot nu toe nog niks goeds gekregen. Ik wil zo graag een Messi. Of een roze. Een Messi of een roze. Geef me alsjeblieft, Gaben. Nee, niet dat grafding. Echt waar, moet je voor de gein eens kijken. Lijkt net of er op gepoept is hier. Wat de heck, man. Dit wil je toch niet hebben? Nou ja, dat was het. Die case. We zijn nu aangekomen bij mijn gelukscase. De Chroma 2. We gaan gewoon kijken of we hier wat uit kunnen krijgen. En anders dan hebben we pech gehad. Ja. Oké, wat gaan we krijgen? Hopelijk iets godsamme, Gaben. Waarom gun je mij nou niks goed? Echt waar. Gaben moet mij iets geven. Maar Gaben geeft mij alvast niks. Gaben denkt van fuck jou. En dat denkt hij nu de hele tijd. Ik zag een rode voorbij gaan. En een stat... Track Negev Menno. Serieus. Serieus, we krijgen een Stat Track Negev Menno. Wauw. Echt waar, wat een stront case opening eerste klas. Hopelijk heeft dit kistje iets voor ons. Echt, ik hoop het gewoon. Ik snap niet waarom die nou weer net niet op die allereerste case, op die allereerste Asimov kwam. Dan was het gewoon allemaal vrolijk geweest. En nu is het gewoon zo'n depressieve aflevering, waarin ik nu mijn laatste case ga openen. En dan hopen we op iets goeds. Dus Gaben, gun deze jongeman, alsjeblieft, iets lekkers uit het kissie. Gun deze jongeman iets moois. Gun deze jongeman. Hij gunt mij echt niks. Nee. Nou, wat we hebben gekregen zijn 6 paarsen en voor de rest allemaal blauw. Ik heb nog 4 Operation Phoenix weapon cases. En omdat ik toch nu lekker bezig ben, ga ik YOLO daar 4 sleutels kopen. En gaan we die nog lekker openen. Hopelijk gaat deze case mij niet in de steek laten. Hopelijk niet. Hopelijk krijg ik hier geen spijt van. Hopelijk krijgen we hieruit een roze of een rode. Alsjeblieft, gun mij. Gun mij. Misschien moeten we Gaben echt super hard uitschelden. Misschien is dat het hem. Misschien moeten we echt zeggen van fuck jou, Gaben. We gaan jou vermoorden als we niks goed krijgen. Swag, swag, zo helemaal van yeah, motherfucker, we gonna kill you. Oké, ik hou wel op. We gaan in ieder geval kijken of we hier wat uit kunnen krijgen. Alsjeblieft, geef mij iets goeds. Geef mij iets goeds. Oké, we zijn aangekomen bij onze laatste 2 cases. We zitten nog steeds te hopen op een Messi. En dat Messi krijgen we niet. We gaan dit toetsie wrijven zo van... Koesje, 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 koesje. En dan drukken we erop. Begint hij weer bij een roze. Komen er allemaal roze voorbij, allemaal paarse. En dan krijgen we deze. Het allerlaatste kistje, jongens. Dit is hem. Dit moet hem zijn. Dit moet hem zijn. Geef me alsjeblieft iets van een roze. Oh mijn god. Wauw. Die gingen een fucking 4 roze voorbij. En dan krijgen we een gaf terrein. En dan ga ik helemaal... Gadverdamme. Jongens. Ik denk dat mijn geluk echt op is. Weet je wat ik ga doen? Ik ga pas een case opening doen. Een nieuwe. Bij de 2500 likes. Ja, want het is toch wel iets waar ik geld aan uitgeef. En ik wil echt weten of jullie dit leuk vinden. Dus heb je genoten, druk zeker weten op dat lauwe duimpje omhoog. En bij de 2500 likes doe ik pas weer eentje. Normaal vraag ik niet om likes. Maar nu op het einde denk ik toch van... Ja, ik heb weer godsamme 30 euro hier aan uitgegeven. We hebben niks gekregen, dus... Alsjeblieft, dankjewel. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Druk een blauw duimpje omhoog. Laat een reactie achter. Abonneer, reageer en dan op mijn nummer 1 ding. En dat is... Doei mensen!